Dan zet ik hier een streepje neer. Hoeveel keer dat we het bandje gebruikt hebben, want een bandje is slijtage onderhevig. In deze aflevering viert Andel de verjaardag van koning Willem-Alexander. Hij is geboren in 1968. Als ik het goed zeg, uit mijn hoofd. En daarbij kan de fanfare niet ontbreken. Een dorp moet ook ervaren dat het waardevol is dat je zo'n orkest hebt. Al in zijn jeugd was Erik lid van Andels Fanfarekorps, de club in zijn dorp. Dit is mijn eigen instrument, dus heb ik bijna 20 jaar nu. Het was voor Erik een bewuste keuze om lid te worden van AFC. Ja, dan is natuurlijk zo'n vereniging wat dan in het dorp zit wat zoveel meer te bieden heeft. En wat eigenlijk ook in een zittende formatie is, dat is voor mij ook belangrijk. Dat is dan toch wel verreweg ideaal, zeg maar. Ik ben zo geboren met spina bifida. En dat houdt in dat uiteindelijk de dingen niet helemaal ontwikkeld zijn zoals het eigenlijk hoort. Nou, in mijn geval dat ik mijn loopfunctie dus niet heb. En spelenderwijs worden natuurlijk andere functies van het lichaam worden versterkt. En je wordt er ook creatief natuurlijk in om oplossingen te bedenken, zodat het ook zo min mogelijk in de weg zit, zal ik maar zeggen. En dat lukt aardig. Maar even een beetje zo, denk ik. Erik heeft een goede baan en woont zelfstandig in een mooi appartement in Andel. Dat zijn mijn broer en ik samen. Ik ben de kleinste. Ja, nog uit zwart-wit tijdperk zie je wel, dus ja, ik word al een oldtimer ook. Naast de muziek heeft Erik een andere hobby, namelijk auto's. Ja, ligt dat is een beetje door de familie ingegeven. Mijn vader heeft vroeger altijd in de auto's gewerkt. En die hobby is voor Erik zeker zo belangrijk als de muziek. Als het maar even kan, trekt hij erop uit. Het liefste met een open kap. Je kunt heel veel leuke rondjes maken van Andel uit. En ook gewoon het lekker even erop uit zijn is dan vaak al voldoende. Dus het toch weer even beleven, het voelen van de auto, het geluid, de buitenlucht. Erik lijkt het goed voor elkaar te hebben, maar dat kwam niet vanzelf. Natuurlijk wat aanpassing en wat goed oriënteren om de juiste school en opleiding en zo te zoeken. Maar dat is allemaal goed gekomen. En ja, niet alleen door mijn familie, maar ook door de rest van mensen waarvan je afhankelijk bent, kennissen. Ook altijd heel erg goed ondersteund en uitgedaagd. Ook heel belangrijk, want het is natuurlijk voor een gedeelte krijg je dingen aangereikt, maar je moet er ook zelf op uitgaan. En nou, wat dat betreft kan ik zeggen dat ik heel goed in balans ben. En in die zin, eenzaam voel ik me niet. Het is voorjaar in Andel. Een drukke periode met veel dorpsactiviteiten. Het is vandaag Koningsdag. Dus we vieren vandaag de verjaardag van onze koning, Willem-Alexander. Oranje Vereniging Juliana organiseert ieder jaar het dorpsontbijt. Het bestuur krijgt altijd hulp van veel vrijwilligers. Paulien, voor jou even. Om hier even een klein stukje te houden dat we er langs komen.
Uiteraard kan vandaag Andels van Varenkorps niet ontbreken. Ze spelen tijdens de Koningsobade. Het moet een wisselwerking zijn. Het dorp moet ook ervaren dat het waardevol is dat je zo'n orkest hebt. Dat je met Koningsdag aanwezig bent. En dat je daar een klein concert geeft. Dit soort dingen, dat vinden de dorpbewoners toch wel goed. Goedemorgen. Allemaal welkom namens de Oranjevereniging Juliana bij alweer het derde dorpsontbijt. Er is mij gevraagd het ontbijt te openen, want de eieren zijn klaar. En ik kan me voorstellen dat jullie wel trek hebben. Maar voordat we beginnen wil ik graag even een moment van stilte voor degenen die daar behoefte aan hebben. Dan zou ik zeggen, eet smakelijk en geniet ervan. We zijn op het moment bezig met het dorpsontbijt. Om 10 uur start de traditionele Obade. Dan zingen we de liederen onder muzikale begeleiding van het Andels van Varenkorps. En ja, ik vind het altijd een hele feestelijke gebeurtenis. Wij hebben jaren hebben we hier vrij weinig onderling gedaan met verenigingen. En dat is de laatste 4-5 jaar is dat toch wel veranderd. Vanuit Andel wensen wij onze koning van harte geluk met zijn verjaardag. 49 jaar. Ja. Hij is geboren in 1968. Als ik het goed zeg uit mijn hoofd. We hopen dat hij nog vele jaren in goede gezondheid mag zijn. En we wensen hem Gods zegen toe. Dan zingen we nu Mijn Nederland. Ja, dat is de charme toch? Dus ik vind de Obade net zo leuk als het ONFK. Op een hele andere manier natuurlijk, maar ja, ik heb geen hekel aan de Obade, zeker niet. Nodig ik iedereen uit om dadelijk nog even lekker een bakje koffie te drinken en even gezellig na te kletsen. En rest mij verder niets anders dan iedereen een hele feestelijke Koningsdag te wensen. Dank u wel. We hebben even iets meer uit. Teus Verheij is al meer dan 40 jaar lid van de vereniging. Hij is al jaren met pensioen, toch heeft hij een drukke agenda. Eerste klus van de dag is het rondbrengen van het clubblad, de Heraut. De Heraut is een clubblad waarin we de verhalen vertellen van wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Arja is verantwoordelijk voor de inhoud. Als ik hem dan gemaakt heb, dan stuur ik hem altijd even door naar Bert Versteeg. Die controleert hem op tekst, schrijf en taalfouten. En daarna gaat hij naar de drukker. En Teus gaat hem dan netjes stickeren, dat iedereen een heraut gaat krijgen. En van degenen die niet meespelen binnen het orkest, die herauten die brengt hij dan rond. Hoewel Teus bijna 70 is, is hij nog steeds actief voor de vereniging. Tot een jaar geleden speelde hij nog mee bij het jeugdorkest. Daar is hij nu mee gestopt. Muziek is belangrijk voor hem. Niet alleen om het te spelen, maar ook om ernaar te luisteren. Ja, die zit gekoppeld aan de schotel, maar die is nu van zijn plek afgegaan. En mijn cd-speler zit er. Dat is een interface, daar kan ik verschillende bronnen aan. En dan gaat een digitaal uit, die gaat naar die... Nou, die dak dan, hè? Als je goede muziek wilt horen, moet je bij Teus zijn. In heel Andel is er geen betere geluidsinstallatie te vinden dan in zijn woonkamer.
Hij is apetrots op zijn zelfgebouwde installatie. En je hoort dat het ook de maskast is. Er zitten heel wat uurtjes werk in, maar Teus is bijna klaar. Laatste onderdeel is de digitale versterker om het geluid nog beter te krijgen. Ik ben een versterker aan het bouwen met een scheidingsfilter in te zitten. Een soundprocessor, zoals ze dat noemen. Dan komt het geluid van de cd-speler vandaan. Dan komt hier de kast in. En dan wordt het analoog gemaakt. En via het filter waar ik het net over had gehad, naar de luidsprekers toe. Helemaal digitaal. Maar een heel puzzel om het aan de praat te krijgen. Dat heb ik mijn eigen geleerd. Allemaal tijdschriften kopen over elektronica en over zelfbouw. En diverse beurzen afgaan om wat op te doen. Hoe dat in de professionele wereld gaat. En dan op internet de onderdelen bestellen. Een hoop werk. Maar het resultaat mag er zijn. En of het allemaal nog niet genoeg is, is Teus ook nog vrijwilliger bij Omroep Horizon. Een hele goede morgen, bewoners van de Lemmerskamp. Teus achter de knoppen en Corrie voor de microfoon. Oh, dan moet ik uitkijken dat ik van die knoppen al blijf. Neem Heer mijn beide handen. Dat is gevraagd door de Heer Rosa. We zijn aan het opnemen voor de Horizon. Het programma voor de zieken en bejaarden in het land van Heusden en Altena. En dan wordt het dinsdagmorgens om de 14 dagen afgedraaid. Geen muziek via de ether, maar opgenomen op cassetteband. Voor mevrouw Peer, het verzoeknummer De Koekoeksals. Dit is het draaiboek en hier hebben we de cd's aan die we op gaan nemen in volgorde staan. Dan weet de presentatrice weet het precies en ik weet precies welke cd er komt. We zijn alweer aan het einde van een uurtje Horizon. Hopelijk heeft u meegezongen. We wensen u nog een hele fijne dag en alle vrijwilligers, personeel, weer bedankt voor alle hulp. De opname is klaar voor gebruik. Dan zet ik hier een streep neer van hoeveel keer dat we het bandje gebruikt hebben. Want een bandje is slijtage onderhevig. En dan houden we bij van hoeveel keer dat we het gebruikt hebben. Volgende keer in Met de Muziek mee. Teus gaat zijn bandje afspelen in het verzorgingstehuis. En zijn de voorbereidingen voor de Eilse dag in volle gang.